Nou, zo ziet mijn bureau er nu uit. Met deze muismat. Ja. Ik wil de vreugdevuren terug en daardoor beschreven hebben. Ja! Yeah! Maar als we dat willen, dan moeten jullie ons allemaal helpen. Om een heel krachtig signaal morgen af te geven. Een signaal dat niemand meer om ons heen kan. En al die onzin die ze bedenken in de Tweede Kamer, gewoon gelijk afgeschaft wordt. Gewoon hup de kiek in, weg, doei. Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick, Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. En het is alweer vandaag dinsdag 16 maart 2021. En het is nu 10:30, dus 10:30. En ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nou, ik heb Lady dus nu even aan de normale lijn. Maar jij zegt en dat ik hem zo vasthoud. Ah, niks is minder waar. Ik hou hem ook gewoon zo vast. Alleen, als ik hem niet zo vasthoud, dat is alleen als ik hem dus bij de haak heb. Ik zal hem even bij de haak pakken. En dan heb ik deze dus altijd in deze hand. En dan knal ik dus deze, mijn duim er doorheen. En dan heb ik hem wel zo vast. Ja, naar de laatste boom. Ja, go, 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 go. Ja, goed zo. En dan doe ik haar gewoon weer zo. Kijk. Goed zo. Plasje doen moet ook gebeuren. Loodsen. Ja. Yeah. Grasmaaien. Goed zo. Keurig. Ja hoor. Lady is lekker aan het snuffelen. Hè, wijfie? Ja, hè. En zoals jullie zien regent het. Want het is nat. Kijk. Het is allemaal nat. En Lady moet lekker aan de bomen. Want ja. Ga mee. Je hoeft niet zo te schrikken, schat. Het is nergens nodig. Kom. Kom maar. Het is goed, schat. Ik wist niet dat je hier mag. Fietsen op de stoep. Dat is nieuw voor mij. Fietsen op de stoep is nieuw. Ja, en dan kom maar. Kom. Kom, 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 kom. Tegenop. Ja, en dan ga ik zo meteen de baas bellen. Het is al net namelijk 11 uur geweest. Kijk maar. Het is net... bijna 11:05. Dankjewel, graag gedaan. Ja, is goed hoor. Kom maar, ga mee. Ja, op de fietspad. Gaat. Nou, zo ziet mijn bureau er nu uit. Met deze muismat. Ja. Allemaal dingetjes. Hartstikke fijn. Leuk. Maar ik heb mijn moeder ook aan de lijn. Alleen die heb ik nu even op niet-luidspeaker. En ik kreeg dus nu net een mooi pakketje binnen. Die ga ik even uitpakken samen met jullie. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier naar wat ik binnen heb gekregen. Ja, ik zei al dat ik dus een pakketje binnen heb. Ja. En ik heb mama aan de lijn, wat jullie ook horen. Nou, ik ga het even samen uitpakken met jullie. Ja, ik zal eventjes deze een beetje zo doen. En dan pak ik het wel samen uit. Hartstikke fijn. En ik weet al wat het is hoor, want mijn liefdallige man die heeft het besteld voor mij. Maar ze hebben het wel heel goed ingepakt, moet ik zeggen. Jeetje, Mina. En dan denk je dus, nou... Mensen nog en toe, wat hebben jullie het goed ingepakt? Jeetje. Weet je wat ik doe? Ik gebruik... Even mijn tandjes. Zo. Er zit een hele grote plastic zak. Dit is allemaal leeg. Handig. En zo. Zo, kijk, een hele mooie doos.
Ja, ik kijk het nu wel goed, alleen jullie niet. XXL Pro Gaming Mousepad. Ja, ik heb een mooie gaming muispad. Muismat dus. Ja. Tralali. Ja. Oh, hij voelt wel heel fijn aan. Hé. Gaaf. Zo. Hij is heel mooi. Wauw. Nu moet ik dus ruimte maken op mijn bureau. Ja. Want hij is heel groot. Dus dat ga ik even gelijk doen. Nou, bepakt en bezakt. Ja. Ik heb Ro aan de telefoon. Ik ga zo even naar de schuur toe lopen. Het is nu 4 uur. Ja, Leed. En jij blijft lekker thuis. Ja. En dan ga ik zo meteen mijn huissleutels pakken. En mijn fietssleutel zit in de kelder, want daar is mijn fiets ook. En dan ga ik zo naar Ro toe. Dan ga ik Ro oppikken. Ja, ik ga gewoon Ro lekker pikken. Vind ik leuk. Ja, nee hoor, ik ga niet Ro pikken. Maar ik ga wel oppikken. Dan kunnen we zo meteen rustig aan richting de lange vooruit. Want daar is Terry Baudet. Weet ik veel hoe ik het moet uitspreken. Maar oké, daar gaan we gewoon wel lekker even naartoe. Nou, het hele camerasysteem is er ook bij. Is ook leuk. Ja. En handhaving. Oh, en hier mag je staan op die witte puntjes. Ja, is handig. Oké. Okay. Kijk. Ja, ik ga hier staan, want dan heb ik heel mooi beeld zo. En dan hebben ze dus hier parapluën, maar die kosten eventjes maar liefst 25 euro. 24 euro en 95 cent. 24,95 euro, ja. Of ze het even niet kunnen missen. Gratis paraplu's en daar bereik je veel meer mee en dan het laten betalen. Heeft sowieso al iemand een. En iedereen in die komt toch al op internet, dus het maakt in principe geen ene donder uit. Nee, maar ik wil weten zo waar het steeds meer politie op dagen. Dat is handig. Dus wil je dan even daar op het gas gaan staan alsjeblieft? En op 1,5 meter, ik wil je even vragen naar de grond te kijken. Als het goed is, zie je daar witte stippen staan. En ik wil jullie vragen op zo'n stip plaats te nemen. Als we dat niet doen, dan krijgen we geen startsein van de gemeente. En is iedereen hier voor de katse viool gekomen, willen we natuurlijk ook niet. Dus hou je even aan die regels alsjeblieft. Het is nog 1 dag, alleen morgen. En daarna schaffen we gelijk alles af. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Van Herman dat, of de arm van de heer Van Zaden.
Dus ook eigenlijk het een shot hebben horen dat ik van jou eigenlijk even weg ga stappen. Nee, nee. Ik ga gewoon vanaf Ro ook gewoon ver afstappen. Wauw, kijk. We staan nog niet eens op de stip. Sta je bij de stip? Ja, ik ook. Ik sta ook bij de stip, ja. Ja, ik ben hier geen stip vinden. Zijn we? Nee. Dus waar niet staan? Nee, er zijn geen stippen. Nee. Mag niet. Ja, de hun daar. Ja, en bij... En ik werk als fractiemedewerker in de Tweede Kamer. Ik ben met de Vrijheidskaravaan het hele land door geweest. Ik ben op plekken geweest waar ik nog nooit eerder was geweest. In Limburg, in Drenthe, in Groningen. Maar vandaag, hier, is extra speciaal voor mij. Want ik ben een ras-echte Hagenees. En ik hou van mijn stad. Maar ik wil ook weer leven in mijn stad. Ik wil weer gewoon een borreltje kunnen drinken op het plein en op de Grote Markt. En ik wil weer naar een feest in het Paard. En ik wil gewoon normaal weer in de strandtent kunnen zitten op Scheveningen. En normaal in de tent op de boulevard zonder dat het stomme hokje daarvoor geplaatst moet worden. Halleluja! En ik wil mijn kind normaal naar school brengen, want ik mag nu niet het schoolplein op. En ik moet een mondkapje buiten op. Buiten? En daar werkt het over. Sinds wanneer buiten? En ik wil de vreugdevuren terug in Duindorp in Scheveningen. Ja! Yeah! Ik ben heel erg trots op Thierry, dat hij zo'n monstercampagne heeft weten neer te zetten. Juist. En dat hij zich zo goed staande heeft weten te houden na alle ellende en alle framing waar natuurlijk helemaal niks voor waar is. Daarom vind ik dat Rutte gewoon zijn spulletjes in mag pakken. Ja! Want hier komt de nieuwe minister-president!